Dat Paramaribo en omstreken problemen hebben met hun waterdruk wordt beaamd door minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, NH. Het ministerie probeert via de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, de SWM, ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot veilig en schoon drinkwater. De bewindsman gaf een uiteenzetting van wat het NH zoal wil bereiken, vooral op het gebied van water en watervoorziening. Wij doen veel op het gebied van drinkwatervoorziening. Wij willen dat elke Surinamer die toegang moet hebben tot veilig, tot schoon drinkwater. Paramaribo in omstreken. Er zijn wat uitdagingen hier. Verkavelingsprojecten, dus uitbreiding die moet plaatsvinden. Maar ook ons oud netwerk. Met hier en daar nog wat asbestbuizen. Dus dat moet allemaal aangepakt worden. Gelukkig IDB gaat ons daarin ondersteunen. We hebben vorig jaar die leningsovereenkomst getekend. En dit jaar gaat dat project in uitvoering. In Kommerwijnen hebben we ons hypermodern waterproductiestation staan. Genoeg om een groot deel van Kommerwijnen van drinkwater te voorzien. De uitdaging is nog om naar delen van Kommerwijnen die hoofdbuizen te trekken. Op het gebied van energie weet het ministerie dat ze nog uitdagingen heeft. Zoals het voorzien van verschillende dorpen van 24 uur elektriciteit. Elektriciteit is nog een uitdaging. Net als bij water willen we iedere Surinamer toegang laten hebben tot eenmaal 24 uur elektriciteit. En als het even goed kan, schone energie. Onze focus is heel groot op solar, zonne-energie. Heel veel dorpen in het binnenland zullen in de komende tijd aangesloten worden. Op solar energy. Dus dat loopt wel, loopt veel beter dan water. Het ministerie van NH is nog steeds op zoek naar financiering om dorpen in het binnenland te kunnen voorzien van blijvend schoon en veilig drinkwater, aldus minister Abiyamofo.